Op zaterdag 7 juni werd in de vesting van Hellevoetsluis de stelling van voor de dag gehouden. Waarnemend burgemeester Erik van Heiningen opende deze dag tezamen met weduwe Anja C. Piquet, die een monument van haar overleden man en schrijver Frank Hertsen onthulde. Monument van het verleden, maar ook de herinnering aan Frank Hertsen. En daarmee natuurlijk was het een mooie samenwerking tussen Frank Hertsen en Hans Lemmer. Dat lijkt al bijna een binnenrijm, hè? Hier binnen de vesting, als je goed daarnaar kijkt. Om dat samen te doen. Ja. En nogmaals, kijk, het verleden kunnen we niet terughalen, maar de herinnering kunnen we wel levendig houden. Tijdens de stelling van voor een dag was er genoeg te doen voor toeristen, kinderen en alle geïnteresseerden die op het evenement afkwamen. De dag stond in het teken van de diverse verdedigingswerken die in de loop der eeuwen op Voorne zijn aangelegd.